Het besluit van Polen om MIGS te leveren aan Oekraïne. Nou ja, ik vind wel zo langzamerhand dat het dat door al die wapenleveranties we wel steeds verder zo'n oorlog in worden gezogen. En, is dit anders dan? Want er zijn meer westerse landen die wapens hebben geleverd aan Oekraïne. Maar waarom is dit anders? Dit is van een andere orde. Want dit betekent dus dat er daadwerkelijk gevechtsvliegtuigen nu vanuit Polen via Duitsland, Stuttgart volgens mij, worden ze dus het land in gebracht. Ja, en iedere keer zie je dus dat dat een stap verder gaat. Ik heb op zich geen probleem met wapenleveranties, maar doe dat zoveel mogelijk onder de horizon, onder de radar. Hang dat niet voortdurend aan de grote klok. Ook Nederland heeft redelijk wat ervaring met geheime wapenleveranties, bijvoorbeeld in de richting van Israël. Mm-hmm. Maar dit leidt allemaal tot verdere escalatie en tot ook nodeloze escalatie. En dat is op zich nog niet zo erg, maar dan moet je wel je defensie op orde hebben binnen de NAVO. En dat hebben we niet door 30 jaar bezuinigen. Dus Poetin kan dit uitleggen als een toenemende agressie van westerse zijde. Ja, maar dat doet hij al. Ja. Hij zegt natuurlijk gewoon, dit is onderdeel van NAVO-agressie. En dan begrijp ik ook wel, de minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook nog een keer gezegd in Nederland. Nee, je moet een onderscheid maken tussen NAVO en de bilaterale relaties die er dan zijn en wapenleveringen aan Oekraïne. Maar dat onderscheid wordt in Rusland natuurlijk gewoon niet gemaakt. Het is de NAVO die hierbij betrokken is en de NAVO kan dan represailles verwachten. Maar je hebt dus ook, en dat is denk ik wel belangrijk om dat te zeggen, je hebt niet alleen een verantwoordelijkheid ten opzichte van de Oekraïners die de verschrikkingen moeten meemaken, maar ook ten opzichte van je eigen bevolking, die je ook moet beschermen. Ja. En dat is echt heel erg lastig. Die kan in gevaar komen op deze manier. Ja. Ja.